Maar dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. Vandaag ben ik de host, je weet toch. We gaan leuke raadsels doen en dan kijken wie scherper is van de twee. Ja, duidelijk. Denk je dat je gaat winnen? Ik weet niet man, maar het leek me wel leuk. Oh joh, geen confidence. Kijk, vraag mij. Denk je dat je gaat winnen? Ja! Maar dit is ik hoor. Ik ben niet zelfverzekerd, want ik ga niet in het begin groot praten. Sportief. Resultaat. Resultaat spreekt aan het einde. Kijk, als je mijn tegenstander bent, dan is het gewoon duel. Na die potje, zeg maar, dan vrede. Maar gewoon omdat het niet zielig vond, geef je weer. Weer! Hola! Geen stress. De ezel stond zo niet twee keer aan dezelfde. Oké, weet je, we gaan verder. Oké, jullie zijn ready? Ja, man. Oké. Ik ben ready to mingle. Oké, de eerste vraag, hè? Ja. Jij bent de buschauffeur, hè? Toch? Ja. Oké. Ik ben een buschauffeur. Jij bent de buschauffeur. Hij lacht al, jij kent hem. Stil. De eerste halte stappen er 15 mensen naar binnen. Ja. Yeah. De volgende halte gaan er 3 van af. Aha. Ja. Yeah. De halte daarop komen er 10 bij. 10. Ja, ja. 10. De halte daarop komen er weer 10 bij. Weer 10, ja. De halte daarop gaan er 7 van af. 7, oké. Ja. Oké, die halte daarop komen er 11 bij. 11. Nog 11. Yo. Wacht, je gaat snel. Ah ja, ja. Gaat er? Die halte daarop gaan er 2 van af. 2. Oké. 11. Oké, ja. Die halte daarop komen er weer 6 bij. 6. Die halte daarop komen er weer 2 bij. 2. Ja, ja. De laatste halte gaan er 4 van af. 4. Oké. Okay. Oké, nu is de vraag: hoe oud is de buschauffeur? 20. Hoe oud is de buschauffeur? 20. Hoe kom je op 20? Want ik ben de buschauffeur. Scherp! Ik ben scherper dan je potlood. Ik ben scherper dan je contour. Je bent niet scherp, man. Oh, hij is nog mee te tellen. Hé, ik ben aan het tellen. Ik wist al lang dat deze zou komen. Oké. Okay. Maar jij bent wel lang. Hij kende hem al. Hij wist hem al. Je kende hem al. Ah, weet je hoe ik wist dat deze man een shigelman is? Ja. Gewoon een goede acteur. Hij doet toch zogenaamd mee. Hij doet ellen. Kijk naar zijn gezicht, je wilt de ice never live, dat is heel lang. Ik ga niet eten, wacht op. 2, 11. Ja. Ik kan niet. Is deze man helemaal denk. Was je aan het rekenen? Nee, ik was niet aan het rekenen. Bro, voor wat telde je dat? Ik had een andere raadsel in mijn hoofd. Oh, ik dacht zeg maar dat het een andere raadsel was met buschauffeur, bushalte, dit dat. Nee. Volgende, oké. Okay. Volgende raadsel dan. Oké. Er ligt een man dood. Praat wat harder bro, zelfs ik hoor het niet. Oké, er ligt een man dood. Ah, iedereen kent deze al, maar maak hem af. Ik ga als eerst gewoon kloppen. Oké, is goed. Oké, er ligt een man dood op een grasveld, toch? Ja. Yeah. Naast hem ligt een tas. Een tas. Die dicht is. Ja. Yeah. Maar als hij open zou zijn, zou hij nog leven. Ja, wat zit er in die tas? Wacht, wat? Dus er ligt een tas, als die open zou zijn, zou die nog leven? Ja. Als die tas open zou zijn, zou hij nog leven? Ja. Oké. Wat zat er in die tas? Er ligt een man dood, toch? Hij is al dood. Hij is al dood, op een grasveld. Op een grasveld. Naast hem ligt een tas die dicht is. Als die tas open zou zijn, zou hij nog leven. Wat zit er in die tas? Ik heb deze sowieso ergens ooit voorbij zien komen. Maar... Ik doe een gokje. Zijn medicatie. Fout. Oké, niet zijn medicatie. Als die tas open zou zijn, zou hij nog leven. Leven, ja. Je mag hij had 3 dagen niet goed. Wacht. Hij had 3 dagen niet gedronken en zijn water lag erin. Fout. Oké, ik ga het altijd gewoon vertellen, maar je loopt veel te lang, man. Oké. Parachute, man. Oh ja. Maar is het een tas? Ja, is het een tas? Die tas is een parachute. Maar waar komt de parachute uit? Oh, nee, ik dacht tas. Een tas. Oh, het is een tas. Ik dacht rugtas nog. Ja. Ik dacht plastic zak nu. Oh, een plastic zak. Daarom zat ik nee, ik dacht van. Eigenlijk, ik had een sporttas in mijn hoofd. Je weet al wanneer. Ja, ik ook. Ik ook, zeg je eerlijk. Ja, jullie hebben het allebei fout. Was het een normale was, ja, toch? Eigenlijk had ik het wel goed, man. Hij zat medicatie. Als je het niet open doet, is geen medicatie. Nee, als je open doet, heb je medicatie. Medicatie is apotheek. Er staat nog steeds 1-0 voor John. Oké. De volgende, hè. Rustig, dieren. Je bent er goed. Een man. Oh, wacht even. Nee, box. Hoe bedoel je? Okay. Kloppen. Okay, rijden. Een man gaat richting de winkel. Tenminste, ik loop richting de winkel. Oké. Onderweg kom ik een man tegemoet. Ja. Yeah. Die man heeft een tas. Een rugtas. In die tas zitten 3 katten, waarvan elke kat 3 kittens heeft. Wacht, oké. Elke kat heeft 3 kittens. Ja. Oké, dat is... Ja, ik weet. Oké. Mensen en katten 6 kittens bij elkaar. Met z'n hoeveel gaan wij de winkel naar binnen? Oké, dat is... Sorry. Elke kat heeft een kitten. 13. Heb ik hem? Wat? Oké, wacht. Jouw lullen toch? Elke kat heeft 3 kittens, zei dat? Ja. Oké. Maar dat is... Stel zo. Hoezo? Geef je antwoord nu. Oké, zie jij eigenlijk, wat praat jij? Ja, zo van ik heb geen recht van spreken nu. Oké, ik herhaal hem nog 1 keer, hè. Ik haal hem nog 1 keer. Ik zei 11. Oké, ik herhaal hem nog 1 keer. Oké. Een man. 1 man. Dus ik. Ja, jij. Ga richting de winkel. Ja. Onderweg kom ik een man tegemoet. Die man heeft een rugtas. In die tas zitten 3 katten. En elke kat heeft 3 kittens. Ja. Mensen en katten / kittens bij elkaar. Met z'n hoeveel gaan wij de winkel naar binnen? Ik heb geklopt. Hij klopt als eerder. Assist. 1, dat ben jij.
Wat? Deze man is scherp! Wat doe je? Hij is scherp! Waarom? Waarom 1? Het is 14, bro. Luister. Laat mij uitleggen. Je gaat met 2 man naar binnen en 12 kittens. Klaar. Oké, is goed. En leg uit waarom het 1 is. Bro, hij komt er tegen. Moet tegen. Hij gaat naar de winkel. Die man gaat niet naar de winkel. Oh. Die man wil dat die tas ook meegaat. Maar welke tweede man? Ikke, tegemoet. Wie weet waar jij gaat? Ah, hij bedoelt zeg maar ik. Oh, okay. Die fiets. Hé broer, je moet kapot gaan. Ik wou hem niet geven, ik deed dit. Oké. Wow. Okay. Amateur man. Oké. Een vliegtuig. Gaat van Roemenië naar Argentinië. Dat is wel een lange vlucht. Ja. In de vliegtuig zitten 50 Argentijnen en 50 Brazilianen. Oké. Die vliegtuig stort neer op de grens van Brazilië en Argentinië. Ja. Waar worden de overlevenden begraven? Ik was eerder, hè? Eerlijk. Ja. Camera, ik was eerder, toch? Oké, is goed. Ja. Overlevenden worden nu begraven. Ik was wel eerder, maar mag niet. Anders. Wat? Ik was eerder. Je mag hem. Deze was slow motion, er gaat nu een slow motion in boot komen. Ik was eerder. En als ik eerder was, ga je hem weg op beeld, die punt. Nee. Ja, dan krijgt hij geen punt, dan krijg jij een punt. Oké, is goed, weet je? Maar ik ga eens terug te kijken, ik weet hoe snel ik was. Snel jouw fles. Oké. En nu moet ik even denken, man. Laat even een goede bedenken. Oh, ik heb eentje, maar die gaat lang duren. Geen stress. Ja, eigenlijk hij is makkelijk, maar. Oké, ik ga hem gewoon opnoemen. Oké, je hebt 4 vieren, toch? Van die 4 vieren moet jij 20 proberen te maken. Je mag keer, plus, min, gedeeld door gebruiken. Hoe doe je dit? Ja, maar deze is lastig. Deze had ik al op je Insta-story gezien. Snapchat. Of Snapchat, ook goed. Voeg me op Snapchat. Ilias Vierte. Ja, maar deze gaan wij niet kunnen raden. Ik heb hem wel eens gezien, ik weet het antwoord ook. Maar je moet die vieren zelfs tussen haakjes zetten. Nee, hoeft niet eens in ieder geval. Echt? Ja, in principe kan je eigenlijk ook. Maar het is echt heel makkelijk. Het is echt makkelijk. Je hebt 4 vieren. Mensen in de mensen die meekijken, doe mee. Je weet toch? Ga niet opzoeken op internet, wees gewoon een man, je weet toch, of wees gewoon een vrouw. En doe mee. En als je het antwoord weet toch, laat het weten in de comments. Oké, je hebt 4 vieren. Ja, dus 4 plus 4 keer 4 min 4. Kijk, hoe kom je in? Ik geef jullie even tijd, man. Kijk, nu krijg je zo'n timelapse. Oh, je moet het zo doen. Ik weet het al, wacht even. Oh, dan weet ik het niet, man. Wacht even, ik weet hem. Kijk. En kijkers... Maar wel eerlijk zeggen hoe je hem hebt, hè. Ik kan jullie bevestigen, het is notities gewoon. Oké, geen rekenmachine. Mag ik wel omhoog scrollen? Scroll omhoog. Nee, dit waren die... Oh. Hier. Het klopt toch? 4 gedeeld door 4 is 1. Plus 4 is 5. Keer 4. Is 20. Ik zweer het. Klappen, boys. Oké. 2-1 in ieder geval, ik kan die comeback maken. Oké. Hey, deze was leuk, man. Ik ga er nog 2. Ik ga er nog 2. Ja, die ene met die gevangenis. Deze is echt leuk. Deze is leuk. Oké, luister hè. Er zijn 3 gevangenen. Ja. Oké, ze worden naar buiten geroepen. Ze moeten op een rijtje staan. Eentje met zijn gezicht richting de muur. Eentje daarachter, die zit de eerste in de muur. En die achterste zit de eerste 2 in de muur. Ja. Dus ze kijken zo recht vooruit. Hij kan niet zien wat er achter gebeurt. Er zijn 4 patches. Patches, zo van ja, de patches op je hoofd. 2 zwarte en 2 witte. Ja. De eerste krijgt een witte pet, de tweede krijgt een zwarte pet en de derde krijgt een witte pet. Ja. Toch? Wie van hun raadt als eerst welke kleur pet hij op zijn hoofd heeft? Zo, er is ook geen spiegel tegen die muur. Nee, er is geen spiegel tegen de muur. Er zijn 4 petjes, 2 zwarte, 2 witte. De eerste heeft een witte, de tweede een zwarte, de derde een witte en er blijft nog een zwarte over. Wie van die 3 weet als eerst welke kleur pet hij op zijn hoofd heeft? De middelste. Waarom? Want de middelste ziet aan de voor zich iemand met een witte pet. Nou, de volgende heeft een zwarte, toch? Maar er is nog een zwarte. Wow. Wat ziet de achterste? Hij ziet de 2 voor hem. Hij ziet de 2 voor hem. De laatste, de achterste. Omdat hij de 2 voor hem ziet. Dus hij ziet iemand met een zwarte pet, ja? Toch? En hij ziet iemand met een witte pet. Ja, dus dan weet hij wel dat hij de andere is. Dan weet hij dat hij welke, wat is. Want er zijn 4 petten. Er zijn 4 petten? Ja. Denk je, maar ik weet niet welke hij heeft. Maar... Oké. Nee, dan moet ik anders nadenken. En... Zeg maar, het antwoord kun je wel goed hebben, maar je moet het antwoord ook uitleggen. Goed uitleggen dat ze het niet goed hebben. Dus kan maar zeggen 1, 2 of 3. Maar worden die petten standaard op volgorde geleverd? Dus zeg maar, krijgt iemand 2 petten? Nee, dus de eerste heeft een witte pet. Of ik weet niet of een zwarte. Nee, eigenlijk doe je niet. Het gaat gewoon dat het om zijn beurt gaat. De eerste heeft een witte, de tweede een zwarte en de derde een witte. Yeah. En er is nog een zwarte over. Wie weet welke kleur pet hij op zijn hoofd heeft en waarom? En niemand heeft 2 petten op. Niemand heeft 2 petten op wasabi. Dus kom je toch duidelijk wat er. Misschien, hoe noem je dat? De achterste nog steeds, omdat hij weet dan wit, zwart. Dat zei ik net, van ja, volgorde. Oké, maar zeg maar, dat wordt niet verteld, hè. Dus hij ziet, de eerste heeft wit, de tweede heeft zwart. Oh, hij weet niet dat er 4 petten zijn. Ja, hij weet dat er 4 petten zijn. De eerste heeft wit, de tweede heeft zwart, toch? Oh, dan dus hij kan nu of zwart of wit op zijn hoofd hebben. Oh, ja.
Je mag voor kiezen om deze te stoppen dat ik jullie gewoon antwoord geef. Is het zo moeilijk? Hij is best wel. Hij is eigenlijk best wel. Uitleg is alleen maar. Makkelijk, maar. Jullie gaan denk ik niet raden in ieder geval. Mij heeft echt letterlijk een half uur geduurd. Als het jou al een half uur duurt, zeg maar, dan geef ik op, man. Want ik weet dat jij slimmer bent dan mij. Wil je opgeven? Nee, wacht. Denk je dat je het zegt, man? Nee. Oké, ik zeg het gewoon. De middelste. Dat? Ik ga je uitleggen. Kijk, de middelste weet dat de voorste een wit heeft, toch? Ja. Als hij ook een witte zou hebben, toch? Dan zal de achterste het meteen weten. Maar de achterste zei niks. Oké, okay, dus er was een gesprek gevoerd. Oké, duidelijk. Nee, dat is... Begrijp hem of niet? Hij begrijpt hem niet. Hij is, ik begrijp hem niet, maar... Ik ga je uitleggen. Kijk, als je kijkt, die middelste ziet dat iemand voor hem wit heeft. Ja, klopt. Ja, als hij ook wit had, dan wist diegene achter hem ook twee witte waren en twee zwarte. Snap je? Dan wist de achterste gelijk dat hij zwart had, maar de achterste wist hem, dus dan weet hij het gelijk. Ja, ik begrijp hem. Duidelijk. Hij was eigenlijk niet moeilijk, toch? Nee, echt makkelijk. Zie je, daarom moest ik weten. En ik ken deze al. Je kent het? Je nekt hem, man. Oké, weet je wat je gaat doen? Dit is de laatste. Deze telt voor 2 punten. Ja. 2 punten. Oké, is goed. Oké, dus je kan winnen of jij kan gewoon echt een goede ding. Oké, mensen, laatste vraag. Deze telt voor 2 punten. Ja, man. Kijk, ik ga je nog wat zeggen? Nee. Als man. Nee. Weet je zeker? Oké, scherp. Dan heb ik hem nooit meer, hè? Leer ik. Hier. Yes. Jongens, wacht maar 1 ding. Als ik deze verlies, dan is het gewoon gespeeld. Je weet toch, Hollywood dingen, Bollywood. Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Niet in een seizoen, wel in een maand. Niet in een week, maar wel in een dag. Wat ben ik? Shit, man. 1 minuut. Valt. 1 seconde. Valt, hè, broer. Hey. Ik blijf raden. Ik mag meerdere raden, toch? Ja, moet je slaan, broer. Minuut, seconde. Valt, maar valt. Zeg maar. Nog 1 keer. Ik zit niet in een eeuw. Oh, wow. Ik zit niet in een eeuw. Wel in een jaar. Niet in een seizoen. Wel in een maand. Niet in een week. Maar wel in een dag. Wat ben ik? Nee, ik moet winnen. Wacht even. Niet in een eeuw. Maar wel in een... Nog 1 keer, gewoon sorry man, maar... Ik zit niet in een eeuw. Nee. Wel in een jaar. Wel in een jaar. Niet in een seizoen. Wel in een maand. Niet in een week, maar wel in een dag. Nee, wat ben ik? Maar hoe kan dat? Als jij niet in een eeuw zit... Wow, ja! Wat ben ik? Nieuwjaar? Nee. Nieuwjaar? Ik zeg zomaar. Nee, maar wacht even. Ik trip de... Wacht even. Het klopt. Er zit geen... Het klopt. Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Ewa, jij zit in een buurthuis. Niet in een seizoen, wel in een maand. Doe je grap. Niet in een week, maar wel in een dag. Wat ben ik? Niet in een week. Niet in een week, wel in een dag. En net als je weet hem? Je weet hem? Ja, man. Deze ken ik. Zo was ik lekking. Niet in een week, maar wel in een dag. Ja. Wauw. Even nu niks zeg. Weet je wat? Geef een tip. Ik ga een tip geven, maar die tip gaat zo goed zijn dat je hem gelijk weet. Maar als je tikt, moet je hem gelijk zeggen. Dus doe je hand daar. Ja, niet tikken en dan nog nadenken. Wacht, het is een letter. Hey, gedraag je, Wolle, dat is cheaten wat hij doet. Hij heeft niks gedaan. Dat is cheaten. Hij heeft niks gedaan, geen wat van je. Oeh! Ja! A! Dat is hij gewoon. Ja! Oh. Hey, wat is voor A? Dit is P! Dit is toch hoofdletter A? Oh, zo. Snap je, in dag zit de letter A, maar in eeuw niet. Je moet het niet doen alsof je slim was. Oh, jawel. Dit zijn letters. Jawel. Ja, hey, dames en heren, je hebt het gezien. Hey John, verliezer. Eerst, als je een man bent, geef je een box. Kleine, ik ben geen man. Je bent geen man? Dit is gespeeld, ik zei toch, als hij wint, dan is het gespeeld. Wow, kleine Lon, zo noemen ze vanaf nu. Ze noemen me in ieder geval slimmer dan hem, dat weet ik wel. Nijlijke notch, kust je nog steeds oud? Ja toch? Ja toch? En hey! Touch om, en je hebt nog een nijlijke notch. Touch om? Oh, chat man, is dan touch om. Touch om. Hey, nou. Hey, die man tapt die takkie niet. Geen stress, ik ben met Cilia. Hè? Cilia? Het is TFO, broer. TFO, Vietto. Je moet klinkers, niet... Oké, ik ga jullie 1 ding vertellen. Dit is het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Nee, dat hoef je niet zeggen. Hey, dames en heren, dank jullie voor het kijken. Het was super gezellig, zoals jullie hebben gezien. Ja, kleine John heeft verloren. Chat man heeft gewonnen. Hey. Kijk, die zou ik echt niet... Maar wacht eens even, jij bent niet geabonneerd? Hey, doe dat eens even en like de video en een reactie. Doei!